Leef je nog? Waar ben je? En waarom heb je ons verraden? Al 50 jaar lang wordt een groep voormalige verzetstrijders achtervolgd door deze vragen. En er spookt een naam door hun hoofd. Miep Oranje. In de Tweede Wereldoorlog was Miep Oranje een jonge vrouw die zich als koerierster aanmeldde bij het verzet. Maar ze werd verliefd op een Duitse SD-officier. En verraadde vervolgens al de voormalige kameraden. Honderden mensen werden opgepakt en velen daarvan vonden de dood. Miep Oranje, ze werd na de oorlog niet veroordeeld en ze verdween spoorloos. Door slim te opereren en een relatie aan te knopen met een Britse inlichtingofficier. Ze bleef dus onbestraft, tot oneindig leed van de nabestaanden. Leef je nog? Waar ben je? Waarom heb je ons verraden? Reportage van Kees Overgouw en Gerard Klaassen. Miep Oranje staat nog steeds op mijn signaleringslijst. Als je het hebt over verraad, verraders, hulpverlening aan de vijand, dan denk ik dat zij zwaar kaliber was. Ja, zo kan je dat wel zeggen. Ze is een van de grote in het verraad hier in Nederland. En dan kun je zeggen, ze was nog een meisje. Want hoe oud was ze? 19 jaar, misschien 18. Dan moet je toch wat de duivel in je body hebben om te bedenken wat ze teweeg gebracht heeft. Dat is natuurlijk wel iets wat nooit overgaat. Hè? Die vraag van waarom heb je dit in godsnaam gedaan? Wat heeft jou bewogen? Dat wij absoluut niet snappen. Als zij inderdaad beschermd is, dan vind ik dat wij dat wel mogen weten, wie dat gedaan hebben. Miep Oranje, geboren op 6 mei 1923, verdween in juli 1944 spoorloos. Wie heeft haar daarna nog gezien of iets over haar gehoord? Deze korte advertentie verschijnt regelmatig in de landelijke dagbladen. Maandag is ze jarig. Dan wordt Miep Oranje 73, als ze nog leeft. Twee foto's gemaakt in de oorlog. Dat is het enig tastbare dat nog rest. Maar meer dan een halve eeuw later gaat de jacht verbeterd door. Op de vrouw die niet alleen haar land verraadde, maar ook de vrienden uit het verzet. Miep Oranje. Eerst nog een actief koerierster onder de verzetsnaam Edith. Later een speelbal in handen van de bezetter. Een van de meest efficiënte verraadsters van de gevreesde Sicherheitsdienst. Als gevolg van haar verraad zijn honderden verzetsmensen opgepakt. En de meeste zijn niet teruggekeerd uit de concentratiekampen. Mijn broer is vervoerd naar Neuengamme. Mijn man is naar Amersfoort vervoerd. Die heeft 3 maanden in het kamp in Amersfoort gezeten. En die is op Dolle Dinsdag, omdat hij difterie had. Die heeft dan uiteindelijk ook nog zijn leven aan difterie te danken. Is die daar losgelaten. En de neef die ze opgepakt hebben, ook in het huis van mijn schoonmoeder, is ook nooit teruggekomen. En uw broer? En mijn broer is in Neuengamme overleden. Op zijn 20ste verjaardag. Alles door het verraad van Miep Oranje. Van gesloten tiener tot liefje van de SD-top. Van een verlegen meisje uit een stijf gereformeerd gezin tot een meesteres in de kunst van het manipuleren. De verzetsvrienden uit Soest zullen het nooit begrijpen. Dit is het huis waar Miep Oranje gewoond heeft, bij haar ouders. In de boeken van Lou de Jong wordt ze als een ravissante schoonheid genoemd. Dat heb ik altijd heel curieus gevonden, want dat vond ik er niet. En daar heb ik ook wel met mensen die haar gekend hebben later nog over gepraat. Die vonden dat eerlijk gezegd ook nogal bizar. Een deel van de eindexamenklas van het Barends Lyceum rond de ouders van Miep kwellen. Vrienden en vriendinnen ook van Miep Oranje. Onder hen bevindt zich Kees Brouwer, die later met Miep Oranje in het verzet zit. Ik denk dat ik
haar eigenlijk voor het eerst ontmoet heb in ons clubje, in onze kring. Van jonge lui die op zaterdagavond iets wilden en dan onderdak vonden bij de moeder van Miep Kwelle. En daar nam zij deel aan, dat groepje, grammofoonplaten draaien en een dansje maken. Maar ze had nooit een vriendje. En de anderen wel, een vriendin of een vriendje. En zij voelde zich, dacht ik, een beetje buitengesloten. Edith is de schuilnaam van Miep Oranje in het verzet. Dat illegale werk begint in Soest, waar ze door Miep Kwelle gevraagd wordt voor de verzetsgroep Rolls-Royce. Die illegale groep opereert vanuit het huis waar Miep Kwelle toen woonde. Als koerierster doet Miep Oranje haar werk goed en ze maakt carrière. Later speelt ze ook een rol in de landelijke ondergrondse, tot ze gepakt wordt. Vanaf dat moment beginnen er allerlei vragen op te borrelen in de verzetsgroep. Wat gebeurt er hier, op het hoofdkwartier van de Sigerhartsdienst aan de Amsterdamse Euterpenstraat, tegenwoordig de Gerrit van der Veenstraat? Wie heeft ze op dat moment al verraden aan de gevreesde chef van de Sigerhartsdienst, Herbert Oehlschläge? Staat Miep Oranje al aan de kant van de bezetter als ze in het huis van bewaring aan de Amstelveense weg terechtkomt, waar ze een cel deelt met Tineke Wieboud, actief in het Amsterdamse verzet. Nee, ze moet het zijn. Een beetje panische jonge vrouw. Ze vertelde veel. Ze vertelde onder andere, gaf antwoord op mijn vraag wie is je zachtbearbeiter en zei dat is Oehlschläge. Toen dacht ik, nou, raar is dat, want de man van de sigaretdienst. Dat is de man van de sigaretdienst die ook mijn zachtbearbeiter was. Dat is op zichzelf al raar dat je twee van je klantjes bij elkaar zet, want je weet nooit wat dat dan, ja, ten nadele van de verhoren kan doen. Dus ik vond dat raar. Oehlschläge, wat was dat voor een man? Ik denk de meest clevere kop die ze bij de SD hadden. Dat is een man die lang in Holland gewoond had, die perfect Holland sprak, buitengewoon charmant. En toen ik begon met dat werk voor die groep waar ik in zat, CS6, toen heeft de man waar ik mee samen ging werken, die heeft mij heel veel over Oehlschläge verteld. Die heeft me gezegd, als wij ooit tegen de lamp lopen en we worden gearresteerd, dan krijgen we Oehlschläge als zachtbearbeiter. Pas met hem op, kijk hem niet aan, die man heeft hypnotische gaven. Ik denk dat ze door Oehlschläge is verleid. Dat Oehlschläge in haar een prooi zag om goed uit te zetten. Want die man die was bekend als een zeer vriendelijk, innemend iemand. En het kan zijn dat zij door zijn charmes gepakt is. Miep Oranje, het liefje van SD-chef Herbert Oehlschläge. Pas na de oorlog tekenen zich de contouren af van die voor het verzet rampzalige verhouding in volle omvang. Maar in de cel aan de Amstelveense weg krijgt iemand al heel vroeg ernstige verdenkingen. We pepten erop als ze naar de verhoor moet van, nou Miep, je taai, hè? Denk erom, hè? Denk aan jezelf. En dan kwam ze altijd toch weer wat verwaard terug, dus dan nou, maar weer opgepept. Totdat ze na een keer of drie binnenkwam. Hele cellige, opgewekte meid. Nu had ze het gevonden. Ze ging morgen een dagje uit. Nou, dat was voor ons echt het moment dat we zeiden, wat hier aan de hand is, nou, dat weten we eigenlijk niet. Miep Oranje duikt op in Soest, waar ze aanbelt bij het huis van de familie Kwelle. Hier heeft ze dus toen gestaan. Toen ze zogenaamd uit de gevangenis gevlucht was. Hier was een deurtje naar de bijkeuken. En ze was vermomd als oude vrouw. Op zondagochtend klopte ze dus aan. Met het beroemde verhaal dat ze gevlucht was. En dat heeft mijn moeder dus niet geloofd. De familie wantrouwt Miep Oranje, maar geeft haar het voordeel van de twijfel. En dat blijkt een kapitale fout. Een dag voor de verjaardag van Miep Kwelle is er een inval van de Sigerhartsdienst. Er werd gebeld, boog mij uit het raam en riep, wie is daar? Politie afmachen. Toen heb ik mijn vader geroepen en toen begon het spul. Mijn vader en mijn broer werden meteen afgevoerd.
En aan mij durfden ze niks te doen, want ze waren heel bang voor TBC. En dat had ik. Dit is de laatste foto van Arend Quelle. Hij overleeft het verraad van Miep Oranje niet. Pas maanden na de oorlog krijgt de familie zekerheid over zijn dood. Daar wachtte mijn moeder op dat haar zoon kwam. Ieder vrij moment zat ze voor het raam te kijken of die eraan kwam. En dat vergeet ik nooit. Dat beeld van mijn moeder, dat vergeet ik nooit. Kijk, het leven gaat natuurlijk verder, zegt men dan. Maar dat zijn momenten die je nooit vergeet, die je altijd meedraagt. Ze heeft dus alles tegelijk verraden, hè? Zij heeft dus kans gezien om zich in te dringen bij het Centraal Bureau van de LO-LKP in Rotterdam. En daar heeft ze niks anders gedaan. Ja, er is ze dan gewerkt als courierster en secretaresse en zo. Maar er heeft ze alle gegevens verzameld die ze nodig had. En wie dat uitgevonden heeft, dat ze nou speciaal daarheen moest gaan, is mij nog altijd een raadsel. Het adres Beukelsdijk 78B is het Rotterdamse hoofdkwartier van de landelijke onderduik, van waaruit Kees Brouwer inmiddels de verzetsactiviteiten leidt. Ook hij wordt misleid door Miep Oranje, die hij vanuit Soest kende. De totale top van de landelijke onderduik verraadt ze aan de Duitsers. Kees Brouwer wordt nog iedere dag verteerd door schuld dat hij Miep Oranje vertrouwde. Als ik beter opgelet had, dan was het misschien niet doorgegaan. Dan was het tenminste niet deze situatie door mij veroorzaakt. En ik heb altijd gehoopt dat er toch nog iets waar zou zijn van berichten dat ze nog leeft. Ik ben verschrikkelijk woedend geweest toen ik hoorde dat zij ons verraden had en het hele plaat zich langzamerhand vulde met gegevens. Ik was zo woedend dat ik een tip van iemand kreeg ik dat zij in Den Haag was, opereerde. En ik ben een week in Den Haag geweest. Ik had een revolver in mijn zak om eventueel haar te kunnen ontmoeten. Ik kon het niet loslaten. En wat ik gedaan had als ik haar ontmoet, dat weet ik niet. Maar ik kon het niet verkroppen. Altijd weer hetzelfde. Je vrienden verraden. In een oorlogstijd. Dat was onvergeeflijk. Al snel blijkt de immense omvang van het verraad van Miep Oranje. Geschat wordt dat ze verantwoordelijk is voor het oppakken van 195 verzetsmensen. In welke categorie ze thuis hoort als oorlogsmisdadiger, daarover bestaat weinig twijfel. Ze hoort bij de ergste. Ik stel haar op één lijn met Van der Waals. Net zo erg. Eigenlijk erger. Van der Waals was bewust. Bewust fout. Ging bewust voor de Duitsers werken. En het was zo gewoon zijn werk. Maar wat Miep Oranje uitgehaald heeft, ja, daar winden wij ons eigenlijk steeds weer over op, hè? Daar raak je ook niet over uitgepraat. Het merkwaardige is dat eigenlijk. En Van der Waals kreeg de kogel? Ja. En dat vond hij zelf terecht. En die is zij ontlopen? Ja. Waar is Miep Oranje gebleven? De landverraadster die volgens velen de kogel had moeten hebben. Er bestaan de wildste theorieën. Ze zou vlak na de oorlog als verpleegster in een kamp in Duitsland hebben gewerkt. Ze zou nu in Amerika wonen. Ook in Canada zou ze zijn gesignaleerd en in Londen. Maar het meest plausibele verhaal is dat over haar huwelijk met een Engelse veiligheidsofficier, Wyndham Wright. Met hem zou ze zijn geëmigreerd naar een boerderij in Tanzania. Ze was heel slim, ze was heel intelligent. Engels en Duits, dat sprak ze vloeiend. Dus wie zou in Tanzania ooit geweten hebben dat een Nederlandse vrouw was? Het hoeft niemand te weten. En dat het een gevluchte vrouw was, hoefde helemaal niemand te weten. Opmerkelijk genoeg heeft justitie het spoor naar Tanzania nooit nagetrokken.
Ik kan het niet plaatsen. Het is een verhaal. En er zijn meer verhalen. Ik kan er niks mee. En de naam van Wyndham Wright, daar bent u niet verder achteraan kunnen gaan? Nee, ik weet niet. Ik hoor het nu voor het eerst van u. Ik ken die naam niet, ik ken die man niet. En, trouwens, het verhaal over wat Tanzania, wat u vertelt, dat heb ik ook niet zo gek lang geleden uit de knipsels vernomen. Nog vreemder is dat Miep Oranje niet, zoals vele andere oorlogsmisdadigers, vlak na de oorlog bij verstek is veroordeeld. Het had waarschijnlijk gekund, of wellicht gekund. Maar dat strafdossier is ook niet zodanig duidelijk dat had moeten gebeuren. Maar het is in elk geval niet gebeurd in die jaren van de bijzondere rechtspleging. En misschien moet je nu achteraf zeggen dat anders had gekund. Er bestaan hardnekkige vermoedens dat Miep Oranje na de oorlog zou zijn beschermd. Door het verzet zelf misschien? Ik heb tenminste dat gevoel. Is zij toch beschermd, om welke redenen dan ook? Waarschijnlijk ook omdat zij het eigenlijk ook een schande vonden voor de organisatie zelf. En waar loopt dat toe? Dat loopt naartoe dat je eigenlijk opening van zaken wil. Je vindt dat er, naar mijn mening, een eind moet komen aan alle geheimzinnigheid en alle ontwijkende antwoorden. Eindelijk zekerheid over het lot van Miep Oranje. Dat is de diepste wens van de vrienden die ze destijds heeft verraden. Want niet Miep Oranje, maar zij hebben uiteindelijk levenslang. En dat is eigenlijk niet denkbaar dat ze nog ooit op de proppen komt. En ik geloof dat de sporen die ze getrokken heeft, onuitwisbaar blijven. Tot zover deze uitzending. Zondag zijn wij er weer. Dit was Brandpunt. Goedenavond.